Ja, daar heb ik ook wel aardig wat optredens mee gekregen. Ja. 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 Want het is, ja, we hebben gewoon gemerkt eigenlijk ook wel dat er meer zangers zijn dan zangeressen. Ja, dat klopt. Dat hoor ik heel erg vaak. En ik word ook heel vaak, dat ik dan benaderd word van, wil je bij ons komen optreden? Want we hebben alleen maar mannen en we willen er een dame bij. En inderdaad, er zijn meer zangers als zangeressen. Is het dan zo moeilijk om als zangeres al die mannenwereld, in die mannenwereld terecht te komen dan? Ze zeggen van wel, maar ik merk er zelf eigenlijk niet veel van. Dus volgens mij blijft het allemaal hetzelfde. Huh? Ja. Ze gewoon doorduwen en gewoon... Ik denk als je als vrouw zijnde ergens op gaat treden en ook al zijn er meer zangers, ik denk dat ze een zangeres net zo goed vinden als een zanger. Als je het gewoon maar... Moet gewoon een goed liedje hebben. Ja, ja. Ik denk het wel. Dat vorige liedje, dat hebben wij nog in huis. Ja. Stel dat we daar even naar gaan luisteren. Dat we dan door gaan schakelen naar jouw nieuwe plaats zometeen. Ook naar de nieuwe plaats van Jeffrey. Maar ze zijn allebei hele goede nummers geworden. Ja. Ook van Jeffrey. Donder nu maar op. Toch? Ja, donder maar op. Donder maar op. Ja, goed. Ja, wat komt op zijn titel? Ik ga hem eens overtuigen. Ja, ik ga hem eens overtuigen. Gaan we eerst even luisteren naar Barbara Swinkels. Oh nee, hè. Moet je die nou echt draaien? Huh? Ik dacht dat je als je liefste ging draaien.